Universiteit van Nederland legt uit, hoe werkt EMDR? Nou, we maken allemaal wel eens iets naars mee. Bijvoorbeeld een heftige ruzie, een ongeluk, gepest worden. De meeste mensen die herstellen daar op termijn van. Maar een kleine minderheid van de mensen die blijft daar last van houden. Zoveel last eigenlijk dat ze nachtmerries daaraan hebben, extreem prikkelbaar zijn of misschien niet eens terug durven gaan naar de plek waar het gebeurd is. Wat kunnen we tegen die spanning doen? Die spanning kunnen we weghalen met een EMDR-behandeling. EMDR staat voor Eye Movement, Desensitization and Reprocessing. Dus dat zijn een paar termen. Allereerst Eye Movement. Eye Movement, dat is omdat de oogbewegingen een belangrijke rol spelen. Desensitization verwijst naar het minder gevoelig maken of minder naarmaken van de herinnering. En tot slot Reprocessing, het herverwerken van die herinnering die je hebt meegemaakt. Ik ga je dat nu laten ervaren en thuis kan je ook meedoen. Oké. Denk aan een herinnering die je nu nog angstig of bedroefd maakt. Dus het is een situatie waar je nu nog steeds spanning bij voelt. Dat kan eigenlijk iedere herinnering zijn, maar het is belangrijk dat je nu, op dit moment, nog spanning voelt als je eraan terugdenkt. Kies een herinnering uit. We halen hem uit het lange termijn geheugen, waar die lange tijd veilig en stabiel lag opgeslagen. We nemen deze herinnering mee naar het werkgeheugen. En in het werkgeheugen kunnen we de herinnering inspecteren, we kunnen er naar kijken en aan denken, maar we kunnen hem ook gaan aanpassen en bewerken. Allereerst wil ik dat je aan de herinnering denkt. Dus neem de herinnering goed in gedachten, kijk waar die begint voor jou en waar die eindigt. Dus het wordt als het ware een filmpje in je hoofd. En nu ben ik op zoek naar de seconde in dat filmpje waar de herinnering voor jou het naarst is. Dus eigenlijk het naarste fotootje van de film. Ik wil dat je daaraan denkt. En ik wil dat je er een oordeel aan geeft op een soort spanningsschaal. Dus waarbij 0 geen spanning is en 10 maximale spanning. Zometeen verschijnt er voor 15 seconden een stip op het scherm. En ik wil dat je die stip volgt met je ogen en tegelijkertijd aan dat beeld van de herinnering denkt. De meeste mensen voelen na het doen van deze taak minder spanning als ze terugdenken aan de herinnering. Maar het zou natuurlijk ook heel goed kunnen dat dat nu niet het geval is, omdat het maar 15 seconden duurde en een EMDR-behandeling duurt veel langer. Hoe kan zoiets simpels als die oogbewegingen zo'n herinnering nou minder naarmaken? Nou, er zijn verschillende ideeën over, maar de theorie die het meest onderzocht is dat deze oogbeweging ook in het werkgeheugen gaat. En het werkgeheugen is vrij klein, is beperkt en je ziet het al. Dat past niet zo lekker. Dus omdat je allebei de taken probeert te doen, ontstaat er competitie tussen die twee. En die bal duwt die herinnering er eigenlijk uit. Waardoor je die herinnering niet helemaal kunt inspecteren. Want dat was natuurlijk het doel van het werkgeheugen. Daardoor wordt de herinnering minder naar of neemt de spanning af. En we denken dat de herinnering hierna weer wordt opgeslagen in het lange termijn geheugen. Zijn die horizontale oogbewegingen dan zo bijzonder? Dat dachten we aanvankelijk wel. Die oogbewegingen zijn ook een heel prominent onderdeel van de behandeling. Maar er zijn dus ook een paar brutale onderzoekers geweest die hebben getest of het dan ook met verticale oogbewegingen werkt. En dat werkt eigenlijk even goed. Dus die oogbewegingen zijn niet zo bijzonder. En later onderzoek laat zelfs zien dat je ook allerlei andere taken kunt gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld Tetris spelen, je kunt hoofdrekenen, je kunt complexe patronen tikken. Alles lijkt wel te werken om die spanning van die herinnering af te laten nemen. Wat we in ieder geval uit die onderzoeken hebben geleerd, is dat je de herinnering actief houdt in je werkgeheugen, naast dat je de afleidende taak doet. Die oogbewegingen die kunnen we natuurlijk heel makkelijk onderzoeken in het psychologisch lab. Dus dat is voor ons heel erg handig. Maar in de behandeling zit veel meer dan alleen die oogbewegingen. Van veel van die onderdelen die in de behandeling zitten, weten we dus eigenlijk nog helemaal niet of ze werken en als ze werken, hoe groot dat effect dan precies is. Zo zit er bijvoorbeeld ook een bodyscan in. En wat er dan gebeurt is dat de behandelaar vraagt waar in je lichaam je nog spanning voelt nadat je die oogbewegingen hebt gemaakt en daar vervolgens mee aan de slag gaat. Een ander onderdeel wat bijvoorbeeld in de behandeling zit is het uitvragen van niet helpende gedachtes. Dus een gedachte zou kunnen zijn dat je denkt ik ben een slecht mens wanneer je een ruzie hebt gehad met een geliefde. Dat is niet heel erg helpend op de lange termijn en dat past ook niet zo goed in de context. En daar wil je dan misschien ook iets mee doen. En dat probeer ik op dit moment te achterhalen in mijn vervolgonderzoek. Vlieg je wel eens in je dromen of kan je jezelf teleporteren? Mijn naam is Christa en ik ben slaapwetenschapper.
volgende aflevering vertel ik je waarom je van alles kan in je dromen.